Goedemorgen, heeft u lekker geslapen? Ik ben Gerdien van der Brevaart, ik ben 25 jaar. Ik heb de Verzorgende I.G-opleiding gedaan en ik werk nu 5 jaar bij Charim. Ik werk 6 jaar bij Charim. Ik ben nu in totaal 32 jaar in de gezondheidszorg. Toen ben ik een beetje gaan googlen en toen heb ik op Charim gekeken. En dan met name de zin toegewijd, want dat is het hè, Brevaart voor toegewijd. Ik heb gekozen voor de ouderenzorg omdat ik voelde dat het wel iets voor mij was. Mijn moeder die deed het ook. Dus als jong meisje zei ik al van nou ja, ik wil ook daar voor oudere mensen zorgen later. Meestal als je aan iemand vertelt dat je in de ouderenzorg werkt, dan krijg je een reactie van ja, dan moet ik luiers gaan verschonen. Het is veel meer dan alleen de luiers. Zeg maar, het is de hele zorg eromheen. Wat het dan ook weer heel mooi maakt. Nou, het is met name de PG hè, die mij aanspreekt. Omdat de mensen die dementeren, daar ben jij eigenlijk heel erg voor van belang. Jij maakt eigenlijk hun dag. En elke dag is anders. En elke dag maak jij, gecombineerd met de wensen van degene die je verzorgt, maak je uiteindelijk je dienst. Het leuke aan het werken bij Charim is wel de locatie in elk geval waar we hier zitten. Het is echt uniek, een mooie omgeving. En ik vond dat toen ik de deur binnenliep, toen had ik eigenlijk al het idee van dit is meteen goed. Dat heb je vaak. Geschikt of ongeschikt, dit was geschikt. En dat blijkt nog steeds. Ik heb het ontzettend naar mijn zin.